Ja jongens, ik heb vandaag voor jullie early gameplay van de nieuwe sniper in Fortnite Battle Royale. Leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video hier op mijn kanaal jongens. En wat jullie net hebben gezien is mijn nieuwe intro die ik nu in elke video ga gebruiken. Ik hoop dat jullie hem vet vinden, maar zoals de titel natuurlijk zegt heb ik vandaag voor jullie early gameplay van de nieuwe sniper. Oftewel de heavy sniper die gaat komen naar Fortnite Battle Royale. Want als je nu Fortnite opstart krijg je ook bij het nieuw stapje te zien dat dit wapentje daadwerkelijk in de game komt. En ik ben dus voor mij een van de eerste die nu deze gameplay gaat uploaden. Dus mocht je dit nou leuk vinden, laat dan zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog achter. En als je nieuw bent, abonneer dan even, want we hebben bijna de 65.000 abonnees. Dus ik zou het super erg waarderen als je eventjes abonneert. Maar, zoals ik natuurlijk al zei, heb ik vandaag early gameplay voor jullie van dit nieuwe wapentje. Want holy shit, dit ding is echt sterk jongens. Dat gaan jullie dadelijk allemaal zien. Maar ik ga jullie eerst eventjes wat vertellen over het wapen. Want dit is echt insane. Want dit wapentje komt er weer in twee varianten, namelijk de Epic en de Legendary variant, dus paars en goud. En dit ding doet heel veel damage, want ik heb ook de damage details voor jullie. Want het wapen doet op headshot, dus als je een headshot geeft met het wapen, 350 damage. En een bodyshot, dus van hier tot aan de voeten, is 150 damage. Dus eigenlijk ben je in beide opzichten zowat one-shot, want ja, je moet echt 100-100 hebben om dit dus te overleven. Tenzij je geheadshot wordt. Maar wat nog het sterkere aan dit wapentje is, is dat dit wapen in one-shot jouw muur of jouw base gewoon kapot kan schieten. Want het maakt niet uit of je met hout, steen of metaal bouwt. Dit ding schiet gewoon kapot dwars door je muur heen. En je moet weer opnieuw gaan bouwen. Dus daar moet je heel erg voor op gaan letten. Maar laten we gewoon de gameplay starten. Want zoals jullie nu zien, begint hier de gameplay. Hij heeft allerlei snipers in zijn slot. Dus hij is echt alleen maar. Kan je ook een beetje zien wat voor tactiek hij met dit wapentje toepast. Want het is echt insane jongens. Maar dit wapentje komt dus één deze dagen naar Fortnite. Misschien komt hij vandaag wel naar Fortnite. We weten het niet. Maar op een maandag lijkt het me sterk. Dus waarschijnlijk zou het, ik denk op een donderdag of dinsdag komen. Dus daar moeten we nog eventjes een beetje naar kijken. Maar we zien eerst deze persoon natuurlijk hier eventjes wat bouwen. En deze persoon leakt altijd alle dingen in Fortnite. Dus dit heeft hij ook gewoon weer heel erg goed gedaan. Zoals je ziet, hij knalt de base weg. En hij headshot hier. 342 damage is best veel. Dus jullie kunnen gewoon een beetje naar de achtergrond gameplay kijken hoe het wapen eruit ziet. Het is ook echt een huge wapen. Maar wat ik vet vind is, wat ik een keer in een video zei, is natuurlijk dat ik hoop dat er een nieuwe sniper zou komen en het een soort van Beretta is. En voor de mensen die Call of Duty hebben gespeeld, die weten wat een Beretta is. En wat komt er in de game? Een nieuwe sniper en het is een Beretta. Wat natuurlijk super, maar ook echt super vet is. Maar ja, het ziet er gewoon heel erg vet uit. En ik ben zo benieuwd hoe dit wapen in de game gaat spelen. Wat deze persoon ook in de video zegt, is dat het wapen eigenlijk heel erg sterk is. En waarbij hij waarschijnlijk na de eerste dag alweer uit de game wordt gehaald en aangepast wordt. Of hij komt niet meer terug, dat gaan we dan zien. Maar in ieder geval moeten we er gewoon de eerste dag in de game natuurlijk gelijk gebruik van gaan maken. Maar het ziet er gewoon super vet uit jongens. En ik ben zo erg benieuwd naar hoe dit nieuwe wapentje eruit gaat zien en hoe die gaat functioneren. Want zoals je ziet, dit wapen is gewoon al super sterk. Maar ik ben benieuwd hoe die in gunfight gaat figureren, et cetera. Dus daar moeten we gewoon op af gaan wachten, wat ik bedoelde. Dus zoals je aan deze gameplay al ziet, hoe overpowered dit wapen is, is echt niet normaal. Want hij snijdt als het goed is hier weer iemand. Of hij laat hem even lopen. Wat gaat hij doen? Hij gaat snijpen. Ja, daar ging die. Het is ook echt dat geluid ook. Oh, jongens, het is echt legendary. Ik kan er niet op wachten. Dus we moeten een beetje afwachten wanneer het wapentje komt dus. We hebben in ieder geval de gameplay. We hebben de details voor jullie. Dus ik hoop dat jullie dat leuk hebben gevonden in ieder geval. Maar het is in ieder geval heel erg bijzonder dat dit al geleakt is. En dat het al in de game zit. Dus wie weet komt het één deze dagen heel erg snel naar Battle Royale. Want hij zit natuurlijk al in Save the World. Dus dat is eventjes afwachten. Maar een heerlijk chill snipertje. Weer een kill, 375 damage deed hij hier zo. En hij gooit ook per kogel het magazijn eruit. Dit was de gameplay jongens. Ik zal hem dadelijk aan het eind van de video nog een keer laten zien met het geluid erbij van de persoon die het ook opneemt. Kan je de snipers goed horen. Maar ik ben zo erg benieuwd naar dit nieuwe wapen jongens. Dus laat even in de comments weten wat jullie van deze sniper gaan vinden. Denken jullie dat dit een goede toevoeging is of niet? Ik denk dat hij wel heel erg overpowered gaat worden. Dus we moeten er goed op gaan letten hoe we bijvoorbeeld zo'n ding gaan counteren, et cetera. Dus voor nu was deze video. Want ik wilde dit met jullie mededelen. Want volgens mij heeft nog niemand in Nederland deze gameplay geüpload. Dus ben ik nu de eerste. In ieder geval, ik vraag jullie nog eventjes je blauwe duimpje omhoog achter te laten. Helpt natuurlijk enorm. En als je nog niet bent geabonneerd, abonneer dan eventjes. En hoop ik jullie morgen om 3 uur weer te gaan zien bij een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Later guys. Hey guys, what's up? It's Mystic Leaks here, back again with another YouTube video. Today we're gonna be looking at a 1v1 with Jaren with the heavy sniper rifle. Let's get right into this one here. Fuck God, Slayer. That was amazing. Okay, Jaren, start building when you're ready.
I said start building when you're ready. Not okay, fine. I said I was ready. Oh, I'm sorry, my bad. I'm sorry, I didn't hear you. My bad. I hate these keybinds so much. I hate that. Oh my god. And that is why the heavy sniper is broken. And will probably be vaulted within the first minute of its release. So many snipers. By the way, Slayer, do that thing for the outro. That'd be awesome. Slayer, Mystic, don't you dare steal my loot. Mystic leaping. You piece of shit. I had to. Okay, Slayer, do the outro. Yeah, I like the outro to the video. Okay. I haven't thought of a script for an outro. Hold up. Oh shit. Wait, are you saying that you thought of a script for the intro, but you didn't think of a script for the outro? No, I didn't think of something. I just thought of that. Hold on. Let me think. Just make a Minecraft YouTuber outro. I don't know. Remember to like that and tap that like button. Yo, remember thank that. You everybody for watching this video. Make sure to smash that like button, click that subscribe button with your forehead, and make sure to like this video because one like on this video equals one V-Buck. If I get 10,000 likes, I will give away 10,000 V-Bucks to I you was guys. Literally grabbing my ammo. I know. Why? Mystic, stop! I'm waiting for you to come down so I can no-scope you. Because Slayer, redo the outro because Jaren was talking. Yo guys, it's Mystic. Thank you everybody for watching this video. Make sure to smash that like button. Also, make sure to subscribe to the channel with your forehead. And make sure to like this video because one like on this video equals one V-Buck. If this video gets 10,000 likes, I will pay 10,000 V-Bucks. Thank you everybody for watching. I'll see you on the next video. Goodbye. Can you not? Dude, can I...